Even in mijn ogen wrijven, zo, even het slaap eruit, zo. En deze week krijg ik een nieuw bril, nou niet een nieuw bril, nieuwe glazen. Ze hebben dit montuur, hadden ze nog in de winkel, dus die hebben ze meegestuurd. Ik krijg nieuwe glazen. Maar ik moet ook even naar de dokter om te vragen of ik een verwijzing kan krijgen voor de oogarts, omdat dit oog lui is. Dus halverwege de dag is dit oog zo ontzettend wijsmoe. Zo ontzettend wijsmoe. Dat die er gewoon mee stopt zowat. En die doet niks. Dus dan zie ik super wazig. Terwijl dit oog op zich wel heel scherp ziet. Die ziet 90%. Maar ja. We gaan het allemaal meemaken. Deze week als het goed is, is mijn bril klaar. Dus. Doei. Ik ga nog even een beetje Minecraften. Maar als ik dat weer zat ben, dan ga ik mijn haar verven. Het is nu ook nog een beetje vet, maar ik heb wel eens bij de kapper gezeten en dat ze ook zeiden. Ja, maar dan pakt het toch soms wel beter. Dus. En dan wordt het dus allemaal Midnight Blue. Dat de laatste twee pakjes trouwens. Dus dat scheelt ook weer. Maar mijn staart is een beetje uitgezakt omdat ik op de bank heb gelegen. Maar die staart gaat zo meteen toch helemaal uit. Ik heb een pyjama dinges aangedaan. Deze is volgens mij van... Weet ik eigenlijk niet. Hoe kom ik aan deze? Volgens mij van mijn tante geweest. In dat geval... Ik denk dat ik toch even een ander iets aan doe, want ik wil niet dat iets van mijn tante vies wordt. Ik dacht ik doe een pyjama of een nachtpon of zo doe ik aan, ter bescherming. Maar ik denk dat ik toch even wat anders erbij ga pakken. Want als het van mijn tante is geweest, dan vind ik dat zonde. Maar daar heb ik de tafel die ik gisteren gebruikt heb om een Chinees op te zetten. Heb ik daar staan. En de papieren wat dan vaak om die Chinese bak eten zit. Heb ik daarop uitgelegd. In plaats van een krant of zo. Die tafel is een gewoon oude tafel. Dus al had die vies geworden. Was niet heel erg geweest. Ik ga nog een vuilniszak pakken. Die ik daar even over de kussens heen gooi. Want mocht ik een beetje spetteren. Dat mijn kussens niet vies worden en dat stukje bank niet vies wordt. Want met blonde verf is dat minder erg als met Midnight Blue. ja, maar dat ga ik straks doen. Ik ga nu eerst nog een beetje Minecraft spelen. Ik maak een timelapse met mijn telefoon. Dus dan zet ik die hier neer, die kant op gericht. Dus, ja, wat gaan we doen? Ik ben benieuwd. Het is nu dus 30:30. Maar niet eens echt 30:30, want ik heb volgens mij niet meer blond gepakt de vorige keer als het donkere. Maar ja. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar ik heb al eens zwart gehad. En het komt natuurlijk best wel heel erg in de buurt van zwart. Het is eigenlijk gewoon zwart met een blauwe gloed. Dus. Het zal me wel staan, maar het zal wel weer wennen zijn. Maar eigenlijk ben ik gewoon dat blond een beetje zand. Dus vandaar. En ik vind het wel apart. Dat blauwige... Ja, ik vind dat gaaf. Dus jullie gaan zien hoe het eruit komt. Ik ben zelf ook benieuwd hoor.
daar zit ik in mijn vuilniszak. Het ging ook niet helemaal goed, dus ik ben een hele tijd bezig geweest met zoveel mogelijk schoonmaken. Maar het zit ook nog op mijn arm en zo. Maar vooral bij mijn piercing dat ik dacht, oh, daar liep het dus even langs. Dus daar ging ik eerst gelijk schoonmaken en net nog even een paar keertjes met een wattenstaafje langs. En ik voel het in mijn nek, achter in mijn nek wel. Want het drupte een beetje onder de vuilniszak. Maar ja. Is geen ramp. Denk ik zo. Ik heb expres. Dit shirt is ook niet van mij. Dat is ook van mijn tante geweest. Maar ik heb expres een shirt aangedaan. Hieronder. Dat gewoon ook een beetje donker is. Kun je zien? Dus als daar vlekken opkomen, zie je ze waarschijnlijk niet eens. Of maar een beetje. Dus, vandaar. Maar ik ben wel heel benieuwd. En ja, dat hoorden jullie goed. Dat was een knal. Politie! Dat mag namelijk niet. Nee. Ik hoop alleen dat mijn piercing... Die ga ik straks ook nog eens een keertje wassen. Gewoon verder. Dat daar geen... Dat ik er geen last van ga hebben. Maar ik ben echt benieuwd hoe het uitpakt. En het slaat nu enorm op mijn longen. Ik heb steeds een vieze smaak in mijn mond. Van de lucht, weet je wel. Niet leuk. Ik ga even Enzo zijn vlog afkijken. En ik denk dat ik dan al wel bijna het uit kan spoelen. En daar ben ik helemaal blij mee. En dan is het nog even wachten tot het droog is. Want dan pas kan je echt het eindresultaat zien, hè. Maar ja. Geduld is een schone zaak. Doei. Michael. Nee, niet blond meer. Het moet nog wel even drogen, maar... Ik wil de Michael niet. We hebben geen zin in maar... Als het droog is, zie je misschien niet gloed meer. Maar, Hij wist hem met Drozzo. Ja. Het is eigenlijk gewoon zwart, alleen... Hij heeft heel hard gemapt. Met een basketbal. Met een blauwe gloed. Alleen als nat is, zie je dat niet zo. Maar als zodra het droog is, ben ik bij jullie terug. Dan laat ik even zien hoe het helemaal het eindresultaat is. Misschien, het is even wennen, maar het staat me niet verkeerd, dat donkere. De Vaco noemt zichzelf constant de Vaco. Doei!